als je het over jou hebt, hè, ja, in Nederland, ja, dan kom je altijd gelijk in een discussie terecht met mensen, waarin je dan een soort keuze moet maken tussen Cruijff of Beenhakker. Ja. Ja. Hoe komt dat nou? Dat weet ik niet, dat moet je aan die mensen vragen. Je moet altijd partij kiezen. Dan moet je zeggen van of je bent voor Cruijff of je bent voor Beenhakker. Ja, ik heb dat nooit begrepen. Nou, en ik vind het altijd een beetje lastig kiezen, want het is dan zeg maar, dan moet je dus kiezen tussen de Rolling Stones of de Beatles. Ja, dat klopt. Nou, wie zijn de Beatles eigenlijk dan? Wie ben jij dan? Als je tussen die twee moet kiezen, ben jij dan de Beatles of ben jij de Stones? Ik ben een beetje Stones zijn. Ben jij de Stones? Voel ik me wat meer mee verbonden. Jij bent meer de Stones? Lekker, een beetje, ja? Af en toe een beetje. Time is on my side. Ja, de Stones. De Stones. Dat ben jij. Dus is Johan zou dan de Beatles zijn? Johan is de Beatles. Goh, maar ik weet niet of Cruijff het leuk vindt hoor, dat hij de Beatles is. Maar goed, dat moet Johan zelf, maar ik zal het hem binnenkort wel even vragen. Ja, anders dan bel ik hem ik spreek hem binnenkort wel even. Ik zal even vragen of hij ook vindt dat hij de Beatles is. Ja, ik denk van wel. Ik hoop niet dat ik hem daarmee beledig, maar ik denk van wel. Maar ik ben de Stones, dat is een ding wat zeker is. Ik heb Leo Beenhakker even gesproken, vorige week. Toen zei ik tegen hem, je moet altijd kiezen tussen Leo Beenhakker en Johan Cruijff in een discussie met mensen. Die zeggen dan altijd van ja, je bent voor Johan of je bent voor Leo, een van de twee. Oh. Dat is een soort kiezen tussen de Rolling Stones en de Beatles. Toen vroeg ik aan hem, wie ben jij? Maar ik ben de Stones, dat is een ding wat zeker is. Wie heeft hij gezegd, denk jij? Geen idee. En als jij mag kiezen tussen de Stones en de Beatles, wie ben jij dan? Zonder dat je over kwaliteit spreekt. Ja. Dat je zegt van, Beatles hebben een paar verschillende periodes gehad, laat ik het zo. Ja. Verschillende periodes in rustige muziek, genre muziek. En ik denk dat ik dat daar meer ben, want ik hou ook wel van dat, de explosieve kan wel, maar ik hou ook wel van dat. Van rustig? Ja. Dus dan ben jij de Beatles? Daar zou ik dan voor moeten kiezen, ja. Nou ja, ik weet niet of ik het ben, maar daar zou ik voor moeten kiezen. Ja. Als ik moet kiezen. Nee, want dat klopt dan wel, want Leo die zei dat hij de Stones was. Oh. Leo zegt, ik ben de Rolling Stones, dat is zeker. Ik zeg, nou, dat betekent dat Johan de Beatles is. Nou, ik ben blij dat jij dat bevestigt. Ja, lijkt me vooral. Jij bent de Beatles.